En ken je zoiets dat je onverwachts, wat je niet gepland hebt, dat je het helemaal niet weet, visite krijgt? Ja, jullie weten, ik had de boom vastgebonden met touw. Nou, dat touw heb ik weggewerkt met de slingers. Goedemiddag lieve vrienden, welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinda en de Beestenbol. Het is vandaag zondag en het is de 21ste van de 11e en we leven alweer reeds om 15:27. En ken je zoiets dat je onverwachts, wat je niet gepland hebt, dat je het helemaal niet weet, visite krijgt van mensen die je hooguit één keer in het jaar à twee jaar ziet? En dat ze dan ook nog komen zonder even te bellen of wat dan ook om te vragen, komt het gelegen Corina? Nou nee dus. Nou, in mijn geval dus wel. Nou moet ik anderhalf nog steeds ook de dames uitlaten. Ja, want die mensen laat ik niet alleenig in mijn huisje. Nee. Dus, en ik neem ze ook niet meer op sleeptouw. Nee, ook dat niet. Jullie kennen ze ook niet. Ik heb ze ook nog nooit gefilmd, want het zijn een beetje, ik ken ze, daar is mee gezegd, dus ze komen één keer in de zoveel tijd eens een keer aanwippen. Dan zei ik al één keer in het jaar, één keer in twee jaar, zoiets. Vorig jaar heb ik ze niet gezien en nou in een wup stonden ze voor mijn neus. Oké dan. Maar ja, ik ga de pret niet broeien. Ik wens jullie in ieder geval welkom voor de tweede bijl. En geniet van alles met wat jullie doen. En ja, ga ik ook doen met de meiden. En dan zie ik wel weer wat de dag ons brengen gaat. Ik heb ook al gezien dat ik appjes heb gekregen. Nou, sorry, geen tijd voor gehad. En ik ga nou eerst mijn meiden doen. En daarna kijk ik de appjes wel naar. Ik zou zeggen, toedeliedokies en kusjes aan iedereen die me kent en van wie ik hou en ook. Diegene die van mij houden, ja. Dus ik zou zeggen, geniet ze. Die is trouwens stout. Die heb een stukje van een punt vanochtend van de hoeslaken die op mijn bed legt voor hunzelf. Maar meer voor Elwing dan voor haar, want daar ligt wat onder. Heeft zo'n puntje eraan zitten te kouwen. Wat? Mag dat? Nou nee, dat niet. Maar oké, gedaan is eigenlijk een nieuwe keer. Ze zeggen, ze hebben er ook straf voor gehad, punt. Ze is nou aan het eten. Maar oké, ik zou zeggen, geniet en ik vergeet jullie niet. Dus tot later. Ja, lieve vrienden, een hele goede avond allemaal. Ja, het is alreeds weer avond, hè, want alweer een tijdje hoor. Het is al 7 uur geweest. Wow, ik zie het nou pas. Ik schrik er zelf van. Wow. 7:05. Halleluja. Ik moet nog met de dames lopen. Dat gaan we zo meteen eerst doen. Want ik was namelijk bezig om weer filmpjes in een map te zetten, zodat ik weer een vlog in elkaar kan zetten. Maar ik ben ook weer druk bezig geweest met de kerstversiering. Ja, jullie weten, ik had de boom vastgebonden met touw. Nou, dat touw heb ik weggewerkt met slingers. Dat is die gouden, moet ik even wijzen, die gouden slinger. Ik draai jullie om. Ja, want dit gaat zo niet, hè? Nee. Maar het is wel heel erg mooi geworden. Dus ik draai jullie even om. Nou, daar gaan we. Die slinger is goud en zilver. Naar de kerstboom toe. En dan om de kerstboom heen. Want dat hoeft niet echt om de kerstboom heen, maar een beetje erop leggen. En dan gaat hij daar weer. Omhoog. Nou, en dan zullen we even die kant op. Gaan we naar dat meisje toe. Nou, daar hebben jullie ook de verlichting. Met een slinger. Naar, hij wordt wazig. Naar de lamp. Heb ik hem daar ook omheen gedaan. Ben hem naar de andere kant gegaan. En van daarom uit weer. Joepie, 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 joepie. Daaro. Naar de hoek. Toen weer zo naar beneden. Woeps.
Daar al helemaal, heb jullie zien hem daar al, denk ik, nog een stukje lopen, onder de krans door. Dan moet ik weer daar naartoe. Dan komt hij daar weer vandaan, over die slinger heen, daar ook over die slinger heen. Hup, zo, daar naartoe. Maar dat heb ik van daaruit gewerkt, want ik ben bij de lamp. Zo, dat was die zilveren. Zo, 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 hup. Hup, hup, achter het meisje langs. Zo weer daar naartoe gewerkt, het werd weer wazig. Dat stuk met het gouden had ik klaar. Nou, dan gaan we hier weer naar de lamp toe. Dan wordt hij weer wazig. Hou op met wazig worden. Dan doe ik dat met mijn vinger of zo, kennelijk. Nou, daarom heb je dus weer een beginpunt. En dan gaan we zo, hup, daar naartoe. En ja, toen moest dit ook nog gedaan worden, heb ik dus deze verlichting ook gedaan, want er zat ook nog niks omheen. Ook heb ik de keuken gedaan, daar hangen ook weer slingers, zoals van ouds. Ja. En ik heb hier één slinger bijgehangen, dat is met die kwasten. Ja. Die kwast hangt aan de andere kant van die kerstboom. Dus ja, nou is het enkel de hal nog en dan is het klaar. Ja. En ik heb nog zo'n sling met van die kwasten heb ik bij mijn klok opgehangen. Ja, dat vind ik ook helemaal leuk. Helemaal geweldig. Ja, toch? Ik zeg ja. Het is weer mooi, prachtig en praal. Dus ja, lieve vrienden, ik ga nu lekker aan de haal samen met deze twee mooie dames. Hé? Ja. Lekker even lopen. Ja, hè? Willen jullie wel. Er staat er ook eentje te zeuren achter die deur. Die wil eten. Ja. Dus dan gaan we daarna lopen. Hé? Meisjes? Dat ik draai jullie weer even om. Ja, en daar waren we weer zelf. En zoals jullie zien, was ik daar druk mee bezig. Ja. Dus dat komt straks wel weer. Ik ga eerst met mijn meisjes even lopen. Dat ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie avond. Geniet van hetgeen wat jullie willen doen. Maar geniet ook zeker met ons mee. Ik zou zeggen, tot later.